Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar Weekendlui, maar nu eerst het nieuws en een nieuwe aflevering van Summer in the City met Caroline Hermans. Heel veel water, PVM verbindt Moord Oranjeplein met I-criterium en een bijzondere verrassing op waterskies. Goedenavond dames en heren, dit is het nieuws van maandag 4 augustus. Wateroverlast en stormschade. Zuid-Limburg werd gisteravond geteisterd door hevige onweersbuien. De brandweer in Zuid-Limburg rukte 130 keer uit, waarvan 3 keer in Maastricht. In Maastricht viel de schade dus mee, maar in Bunde, in de gemeente Meersen, stonden de straten blank door de overvloedige regenval. Het treinverkeer tussen Heerlen en Maastricht lag gisteravond ook stil. Door de storm waaide er een boom om die terecht kwam op het spoor tussen Valkenburg en Meersen. Pas laat op de avond reden de treinen weer. De partij Veilig Maastricht gaat ervan uit dat de moord op Rianne Brouwer te maken heeft met het invoeren van het zogenaamde I-criterium. De partij komt tot deze aanname door een artikel in de Telegraaf. Daarom wordt beweerd dat verdachte Jeland P. bekend heeft dat hij als drugstoerist naar Maastricht is gekomen op de dag dat hij Brouwer vermoordde. Omdat hij niet welkom was in de coffeeshops, maakte hij een afspraak met een straatdealer waarbij hij per ongeluk het slachtoffer tegen het lijf liep. Voor de partij is het artikel voldoende aanleiding om het college vragen te stellen. Je moet je wel achter je oren gaan krabben. Als die verdachte nou dus bekend van ik mocht niet in de shop, zodoende heb ik een afspraak gemaakt met een straatdealer op het Oranjeplein. Ja, dan is dat wel een indirecte link naar een verkeerde beslissing vanuit de politiek. En u stelt nou vragen aan het college. Wat hoopt de PVM hiermee te bereiken? Dat het allemaal eens opnieuw heel goed van alle kanten wordt bekeken. Want sinds het I-criterium zie je dat Maastricht steeds verder afglijdt om een onveilige stad te worden. De Fietsersbond wil dat de negatieve gevolgen in het Maastrichtse straatbeeld voor fietsers door de komst van de tram worden gecompenseerd. Wat op de ene plek verloren gaat, moet op de andere worden goedgemaakt, vindt de bond. En dus stappen ze naar de Raad van State. De Belangenclub pleit voor een verplichte fietstoets als onderdeel van de planprocedure rond infrastructurele projecten. Een datum waarop de zaak behandeld wordt, is nog niet bekend. In de zomervakantie geen achtergrondreportages van het nieuwsteam, maar speciale reportages vanaf de rivier die onze stad in tweeën splitst, de Maas. U kunt nu kijken naar een nieuwe aflevering van Summer in the City, de Maas. Zonder de Maas was er geen Maastricht. En wat is de Maas zonder Maastricht? Wat gebeurt er op, aan, bij en naast die Maas? Met de boot van Schipper en Maaskenner Hans gaan we op zoek naar wat er zich allemaal op en langs die Maas afspeelt. Het is nog heel vroeg in de ochtend. Het ziet er allemaal nog heel rustig uit. We varen nu de haven van MCC binnen en we gaan eens even kijken of er bij MCC wel al bedrijvigheid is. Goedemorgen. Hey. Wat hebben jullie in jullie handen? Wat gaat er gebeuren? Nou, ik heb een monoski in mijn hand met skipak, skivest en ik ga dadelijk monoën. En wat is monoën? Mono is skiën op één ski eigenlijk. Ja. Sta je met twee benen achter elkaar. Okay. Ja. En heb je het al vaker gedaan? Ja, ik doe dat toch eigenlijk al sinds mijn zesde, denk ik. Ja. En lekker hier in Maastricht op de Maas? Ja, ik ben hier begonnen bij MCC. En ik ben altijd met twee begonnen en nu doe ik het op één. Nu waag je het op één? Ja. Nou, succes. We gaan daar eens even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, super. Dank je. Bent u ook benieuwd? Blijf dan zeker kijken. Eerst gaan we een stukje verderop naar Hans, die weer een interessant Maasweetje voor ons heeft. We staan hier op een prachtige plek. Hier achter mij ligt het meetschip van Rijkswaterstaat. En dat meet toujours, en dat ligt er dus altijd, de kwaliteit van het Maaswater. Waarom? De Maas is leverancier voor het drinkwater. En de kwaliteit wordt dus dag en dag uit bewaakt. Komt er ergens wat kan gebeuren, een ongeluk in Frankrijk of in België, dan wordt dat hier meteen gemeten en alarm geslagen. En wordt het drinkwaterinname
meteen stopgezet. Onze Carolien is intussen niet te stoppen bij watersportvereniging MCC. Hallo allemaal. Is hier iemand die mij wat meer over MCC kan vertellen? Ja, die mogelijkheid is er. Ja? Gaat u met mij mee? Ja, tuurlijk doe ik dat. Het is een unieke locatie. Je waant je in het buitenland, terwijl het dus toch midden eigenlijk in Maastricht is. Het is op loopafstand voor iedereen dus bereikbaar. De mensen moeten wel lid zijn. Je moet lid zijn, ja. Uiteindelijk, je bouwt dus iets voor als club. Waardoor je dus ook als clubleden natuurlijk gebruik kunt maken van de accommodatie die er dus gecreëerd wordt. En ik zag daar een zwembad. Wat is er nog meer? Nou, een zwembad, er is een boelbaan daarachter. Er is een klein voetbalveld. Binnen is dus ook nog mogelijkheden met tafelvoetbal. Dus ze kunnen zich echt op alle fronten kunnen ze zich amuseren. Eten en drinken? Eten en drinken is in ruime mate dus ook aanwezig. Hallo, wat zijn jullie aan het doen hier? Ik zie allemaal papieren liggen. Wij zijn aan het wachten tot de mensen zich komen inschrijven voor het zomertoernooi. En wij doen samen met Treeg een toernooi organiseren. Jullie hebben een Jeux de Boules toernooi vandaag? Ja, we hebben een Jeux de Boules toernooi met barbecue. Ah, vandaar die tenten? Vandaar de tenten, ja. Gezellig. Nou, we gaan eens even kijken wat de dames aan het doen zijn. Ze zijn alvast aan het inoefenen. Ja. We beginnen eigenlijk pas om 1 uur met het toernooi. Dus we zijn even aan het oefenen nu. Nou, daar gaan we maar even niet op wachten. Want Hans was nog niet helemaal klaar met zijn verhaal over het meetschip van Rijkswaterstaat. Staat daar nou personeel of gaat dat allemaal automatisch? Nee, er staan een aantal mensen die daar laboratoriumproeven doen. Het innemen wordt allemaal automatisch gedaan. Er komt elke om een bepaalde hoeveelheid minuten en komt er een sample binnen. Maar dat wordt wel verder echt door mensenhanden en door mensenogen gezien en behandeld. Dankjewel Hans. We gaan weer snel terug naar MCC. Hey, we staan hier voor een hele stoere snelle boot. Ga jij dadelijk ook erachteraan? Ik denk het wel. Ja. En wat doe jij dan? Ik ga heel vaak over de Hekhof. Dan ga je met de waterski over de golven, zeg maar. En nou heb ik net laten vertellen dat ze een monoski had. Wat heb jij dan? Ook een monoski? Nee, ik heb 2 skis. 2 skis? Ja. En doe je dat al lang? Een jaartje. En kun je het goed? Ja. Ik ga daar wel even kijken. Succes! I feel so close to you right now. Hier achter ons ligt de boot klaar. Jullie zijn de bestuurders? Ja, ik ben Martin en ik geef al 10 jaar aan de kinderles en aan de senioren doe ik het 1 jaar of 7. En loont het zich hier goed in Maastricht op de Maas om dit te doen? We skiën meestal met de jeugd van 10 uur tot 's middags 1 uur, maar daarna ja, dat is het gewoon zondags. Is het net als op de snelweg maandagmorgen, als je dan de weg op gaat, dan zit je bijna in de file. Dan is het echt te druk. Ja, veel te druk. En dan zijn de risico's waarschijnlijk ook veel te groot. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Welke soorten manieren van waterskiën zijn er hier? Nou, je begint eigenlijk op 2 skis, dat is de start. En daarna kun je op een monoski, dus op 1 ski met 2 benen erin. En het nieuwste wat nu eigenlijk ook heel erg in is wakeboarden. Dus op een soort snowboard, maar dan op het water. Oké, dus dan ga je echt over de golven? Ja. En er zijn nog wel dingen, maar dat blijft even een verrassing voor de kijker. Oh, leuk. Nou, tot straks dan. Prima, tot straks. En die verrassing willen we u zeker niet onthouden. No stopping us right now. Speciaal voor de kijkers van Summer in the City presenteert MCC. And there's no stopping us right now. Waterski-pyramide. I feel so close to you right now.
Wat een ontzettende leuke, gezellige en diverse club dat MCC. Op naar een volgend plekje, op naar een nieuwe Summer in the City. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Weekend Lui. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot morgen.